Het is een heel speciale dag voor Siem Krechting uit Beuningen. Dinsdagochtend werd hij namelijk door burgemeester Daphne Bergman verrast op zijn school De Dromedaris. Het komende jaar mag Siem zich de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente noemen. Waarom hebben we jou gekozen, Siem? Want ja, jij wordt hem dit jaar. Kom maar even hier staan. Dat is eigenlijk wel heel mooi, hè? Mag ik wel even een applausje? Van harte gefeliciteerd. Bedankt. Ja, want jij wordt de nieuwe kinderburgemeester dit jaar. Bedankt. Ja, en waarom hebben we jou gekozen? Nou, dit is het rapport van de jury. Je bent heel enthousiast en liet zien dat je graag kinderburgemeester wilt worden. Ook was je goed voorbereid met mooie doelen. Maar in ieder geval, wij gaan samen een fantastisch jaar van maken zien. Heel erg gefeliciteerd. Nou, er mogen nog een applausje bij, hè? Kinderburgemeester word je niet zomaar. Het is belangrijk dat je je altijd goed voorbereidt en dat je goed in het openbaar kunt spreken. Maar je moet niet bang zijn om in het openbaar even een woordje te doen. Het allerbelangrijkste, de raad van de gemeente Beuningen. Dan kom jij straks in de raad en daar krijg je de ambtsketen omgehangen. Dat is een belangrijk moment. Ja, dan gaan de raadsleden ook vragen stellen. Ja, en dan moet je wel een beetje antwoord kunnen geven. Hè? Maar dat kan Siem, dat komt helemaal goed. Dit is Siems eerste interview ooit. Stiekem dacht hij al wel dat hij de nieuwe kinderburgemeester zou worden. Klein beetje, want er waren nog 4 mensen. Waren er. En vandaag zou de uitslag zijn. En toen zei de juf dat er een verrassing zou komen. En toen volgens kwam de wethouder binnen. En hij had ook partypoppen had hij bij zich. Waarop stond gefeliciteerd. Dus ja, toen wist ik bijna wel zeker dat ik het was. Je bent wel heel blij dus. Ja, ik ben een beetje sprakeloos ervan.